wat zie je? Dit is op bij een Amsterdamse gracht. Oh, ik realiseerde me eerst niet zo goed wat het was, maar ik denk dat ik hem snap. Ik zie een spandoek en er staat op actie hoge nood. Dolomina. Ik zie volgens mij de mannen-wc's. Ik denk dat ze tegen zijn dat er alleen maar openbare wc's zijn voor mannen en niet voor vrouwen. Het is een protest tegen tegen het feit dat er alleen maar openbare mannen-wc's zijn. Een mannentoilet is dichtgemaakt met een spandoek. Weet je wat een plaskrul is? Een plaskrul? Ja, hoe die eruit ziet en ja, dat stinkt altijd heel lekker. Voor wie is de plaskrul bedoeld? De plaskrul is echt bedoeld voor mannen, want als vrouw is het bijna onmogelijk om er gebruik van te kunnen maken. Wat vind jij daarvan? Ik vind het onhandig, want ik wil ook naar de wc kunnen. Ook als ik over straat loop en niet alleen maar thuis. Dat vind ik belachelijk, want af en toe loop ik ook in de stad en als je dan naar de wc moet, en zeker nu ook in dit soort situaties waarbij cafeetjes niet altijd open zijn, en zelfs als cafés open zijn, zeggen ze vaak nee, dan moet je een drankje drinken of betalen. Dus als vrouw in de stad kan je gewoon eigenlijk niet naar de wc. Wat doe je als je heel nodig naar de wc moet in het openbaar? Ik hou het dan maar op en dan wacht ik tot ik ergens naar binnen kan. Dat hangt van de situatie af. Maar als ik in een park ben, dan ga ik onder een bruggetje staan. En dan heb ik altijd wel vrienden bij me die me een beetje afschermen. En anders hou ik het in, want ik heb geen keus.